allereerst gefeliciteerd. Hoe vind je het dat het vanavond een keer niet over Frenkie gaat, maar over jou? Ik moet zeggen dat ik liever over Frenkie praat dan over mezelf. Maar ik vind het hartstikke leuk om hier te zijn met al die mooie meiden. En mijn broertje mee te nemen en mijn beste vriendinnetje. Dus het wordt heel leuk, denk ik. Hoe hoog schat je de concurrentie in vanavond? Nou, als je om je heen kijkt, dan word je een beetje bang. Maar iedereen is super mooi, dus komt allemaal helemaal goed. En op hoeveelste plek ga je eindigen vanavond? Ik heb geen idee, maar ik denk dat je er niet te veel waarde aan moet hechten. Het is super leuk dat ze zoiets organiseren, zo'n avond. Maar uiteindelijk maakt het niet zoveel uit. Hey, en hoe zit het met je Spaans? Spreek je al een woordje Spaans? Het gaat een beetje, maar het is natuurlijk wel moeilijk. We hebben nu 10 lessen ongeveer gehad. En ik denk als we er gaan wonen dat het heel snel gaat, maar nu nog even een beetje rustig aan. Ja, je wil niet nog even oefenen of zo nu even? Nu hier, oefenen. Kier de practica no poco no? Tranquilo. Tranquilo. Komt goed. Ben je er al klaar voor je verhuizing naar Barcelona? Ja, we zijn er klaar voor. We hebben er heel veel zin in. En ik kan niet wachten om daar te gaan wonen, ja. Hey, tot slot, hoe leuk zou het zijn als Anneke Molenaar ook naar Barcelona komt? Ja, het zou super gezellig zijn, maar we weten het nog niet. Nee, weet je nog niks? Nee, ik weet nog niks. Dus, dat zou natuurlijk kunnen. Zou natuurlijk wel leuk zijn voor jullie. Ja, het zou super leuk zijn. Altijd leuk als vrienden meegaan en bekenden daar. Of als ze daar maar misschien komt wonen. Wat zei je? Of als ze daar misschien komt wonen, dat is nog leuk. Ja, superleuk. Maar ik weet nog niks.